De burgerveiligheid zal gegarandeerd blijven. Het negeren van wet en recht zal niet geaccepteerd worden door de overheid. Dit maakte minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren duidelijk tijdens een persconferentie in verband met de openbare orde en veiligheid. De bewindsman stelt dat het niet zo mag zijn dat organisaties die de veiligheid moeten garanderen het algemeen belang aan hun laarzen lappen. En dat als er acties ondernomen moeten worden om die garantie te bieden, dat de regering niet zal schromen dat wel te doen. We leven in een andere tijd, we weten welke consequenties er zijn geweest in het verleden wanneer recht en wet worden genegeerd. Dat zal niet toegestaan worden. Iedereen heeft het recht om zijn of haar recht te zoeken bij de rechterlijke macht. Als er besluiten zijn genomen door de regering, in dit geval is dat ook het geval. Als de politiebond vindt dat de overwegingen die ertoe hebben geleid dat personen zijn ontslagen, dan hebben zij een structuur, een mechanisme in de democratie om dat aan de orde te stellen. Het algemeen belang staat volgens Ramdien hoog in het vaandel bij de regering. Vooral de politie moet garant staan voor de orde en veiligheid van de samenleving. Hij zegt dat de regering erop rekent dat de openbare orde gehandhaafd blijft. Dat is ook het uitgangspunt van de regering. Het hoofde van goed bestuur. Maar de regering had natuurlijk een hard standpunt kunnen innemen. Door te zeggen van nee, ik kan niet, want er zijn verantwoordelijkheden ver buiten individuele belangen. Maar dat heeft de regering niet gedaan. De president heeft het gesprek aangegaan, niet om te onderhandelen, niet om resoluties in te trekken. Dat is geen zins de bedoeling. Het is om te luisteren naar de argumenten en dat is goed bestuur. Maar het betekent nog niet dat de verantwoordelijkheid die politiekorps heeft en haar manschappen, al dan niet verenigd in een bond, niet de verantwoordelijkheid heeft of geen verantwoordelijkheid heeft om voor die algemene veiligheid zorg te dragen en de orde handhaving. Ramdien zegt dat er verder gekeken zal worden naar het gebeuren rond de staking van de Surinaamse politiebond. Hij merkt op dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de vakorganisatie. De politiebond voerde actie sinds maandag en eiste het terugdraaien van de ontslagen van politietoppers Raoul Hellings en Sergio Gentel. De acties zijn inmiddels opgeheven.